Goedemiddag allemaal. Zowel hier in de zaal als thuis of aan een zwemplas. Want deze bijeenkomst is ook live te volgen. En als je het echt niet kan laten om bij dit mooie weer en je bent buiten dit debat te volgen, uiteraard ook van harte welkom. Mijn naam is Marcel Bril en ik mag deze presentatie, kandidatenpresentatie van het lijsttrekkerschap Europees Parlement presenteren. Want ja, er valt wat te kiezen de komende tijd. Om te beginnen intern uiteraard. De stemmingperiode voor de lijsttrekkerschap is, het zal jullie niet ontgaan zijn, geopend. En voor degenen die nog niet gestemd hebben of denken, heb ik mijn stem wel aan de goede gegeven, is het vandaag interessant om met elkaar van gedachten te wisselen en om de kandidaten wat beter te leren kennen. Je kan niet aanpassen. Nee, maar dan heb je gewoon pech voor de komende. Dan weet je gewoon waar je spijt van. Dan weet je waar je spijt van hebt. Zo is het ook. Allemaal, alle vijf hier aanwezig, ze worden straks uitgebreid aan jullie voorgesteld. Door hen zelf, vooral. Maar goed, er valt nog meer te kiezen in de nabije toekomst. Want de kandidaatstelling voor overige kandidaten die gaat op 21 september open en eindigt op 24 oktober om 12 uur. Dan zal er ook nog, maar dat is echt heel ver weg, maar dan is hij maar een keer benoemd. En voor de mensen die ervan houden om alvast reserveringen te maken. Er is ook een kennismakingsmoment met de overige kandidaten op 6 januari in Utrecht. Maar mijn aanname is dat daar nog meer details over zullen komen. Laten we naar vandaag gaan. Wat gaan we doen? We hebben tot uiterlijk 4 uur. Straks zullen er kandidatenpitches komen. Iedere kandidaat mag pitchen. Wat ik dan vervolgens doe, is aan iedere kandidaat 2 vragen stellen, niet meer en niet minder, 2 vragen. En als het hele rondje achter de rug is, dan is er voor de mensen hier in de zaal de mogelijkheid om nog wat aanvullende vragen te stellen. Daarna gaan we debatteren over stellingen. Van harte welkom. Daar hebben we ook bedacht, dan gaan we gewoon een stelling poneren. Daar gaat dan het gesprek over aangegaan worden onder begeleiding van mij. Als dat blokje is afgerond, zou het mooi zijn als er nog wat vragen vanuit de zaal komen. Dus niet gedurende het debat, maar net na elke stelling. De kandidaten die geven pitches, dus het is niet de bedoeling dat u een uitgebreide pitch geeft, maar wel een vraag aan de kandidaat als u bijvoorbeeld wat meer achtergrondinformatie wil hebben of wil doorvragen op het een of het ander. Ik denk dat het tijd is om met de pitches te beginnen. Hoe werkt het dan? Het moet altijd allemaal gelijk speelveld en eerlijk en zo. Nou, de verkiezingscommissie die is zo goed geweest om te loten. Die heeft een letter uitgekozen, of in ieder geval getrokken zoals het dan heet. Dat is de letter N. Vanaf daar, op achternaam, zal de volgorde van de pitches zijn. Iedereen krijgt 1 minuut, komt straks ook in beeld en dan komt een keiharde of wat dan ook voor geluid. Maar dan is het ook gewoon echt afgelopen. En vervolgens is het dus zo dat ik vragen ga stellen. Maar ja, mensen hebben misschien al uitgerekend, waar beginnen we dan mee? Ik zou zeggen, ik kan al die namen op gaan noemen, maar laten we ons gewoon verrassen. En met de eerste spreker, Samina Raffaella. De minuut gaat nu in. Dankjewel. Van jongs af aan ben ik gedreven om aan een veilig en sociaal Europa te werken. En dat wil ik graag blijven doen als D66 delegatieleider. Ik heb de afgelopen jaren ervaring kunnen opdoen, gevallen, opgestaan, doorgegaan. Ik ben nu gepopt en gemazeld. En ik heb aan baanbrekende wetgeving mogen werken om de genderloonkloof in Europa te dichten, maar ook om handelsakkoorden te vergroenen en de digitale rechten van mensen succesvol te agenderen in het Europees Parlement. Maar om die uitdagingen aan te gaan en op te lossen, om gelijke kansen als topprioriteit te stellen, want nu gaat het om een stage, banen, gezonde leefwereld, moeten we Europa durven hervormen, democratisch controleren en bekritiseren. Het is nodig dat de nieuwe generatie in het Europees Parlement gericht is op verzoening, op samenwerking in de samenleving. Ik heb dat de afgelopen 4 jaar kunnen bewijzen. Ik heb belangrijke posities kunnen krijgen voor D66. Ik heb het netwerk, ik heb actuele Europese ervaring. En dat is wat ik graag wil blijven inzetten voor D66. We moeten Europa naar de straat brengen. Zorgen dat mensen begrijpen wat we in Europa doen en enthousiast maken. Stem op mij. Dankjewel. Dankjewel. Ik wil heel erg uitnodigen om te blijven staan, want nu komen de 2 vragen. En de eerste is, je stond een aantal dingen op waar je mee bezig bent geweest in de afgelopen pitch, maar is er ook iets wat je in Europa hebt bereikt wat zonder jou echt niet gelukt was? Ja, toevallig wel, durf ik te zeggen. Nou, kom maar op. Nee. Overigens, Europa is het Europees Parlement is een structuur waar je samenwerking nodig hebt. Je kunt het nooit alleen, ook als Europarlementariër niet.
Je hebt ook gewoon de mensen om je heen, je hebt een team om je heen die onderdeel zijn van dat succes. Ik heb gisteren ook een award mogen ontvangen voor mijn werk op handelsakkoorden en vergroening. Maar ook voor die nieuwe wet loontransparantie waar ik zelf een hoofdonderhandelaar op ben geweest. En daar heb ik gisteren ook gezegd, dit is ook echt een award voor mijn team. Voor de mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Ik ben heel erg trots op de nieuwe wet loontransparantie waarmee ik dus de genderloonkloof in Europa over een paar jaar mee kan gaan dichten. Dat betekent dat alle Europese werknemers, EU-werknemers, het recht hebben op informatie als het gaat om je salaris. En we verwachten dus dat daardoor ook de genderloonkloof tussen man en vrouw gedicht wordt. Voor de allereerste keer, dat staat dus op D66-rekening, voor de allereerste keer is in EU-wetgeving intersectionele discriminatie, maar ook non-binaire werknemers erkend door middel van deze wet. Dank. Nu is het zo dat politici vaak de politiek ingaan om de wereld te veranderen, of in ieder geval iets te veranderen. Maar heeft de politiek jou ook veranderd? En zo ja, hoe? Ja, ik denk dat de politiek mij zeker een andere kijk ook op het leven en de wereld heeft gegeven. Als Europarlementariër heb ik het geluk gehad om op verschillende plekken in de wereld te zijn. Je weet van de armoede, je weet van de ongelijkheid, je weet van het gebrek aan sociale rechten in de wereld. Maar op het moment dat je op die plekken komt en je realiseert van ik ben hier als Europarlementariër om onder andere de vriendschappelijke relaties en de parlementaire relaties aan te halen, dan realiseer je echt dat wij privileges hebben die je in de rest van de wereld niet tegenkomt. En iedere keer als ik dan weer land op Schiphol en ik mag die frisse lucht inademen en ik denk, goh, wat hebben we het hier zo goed geregeld? Dan denk ik, oh ja, dit is waarom ik in het Europees Parlement zit, omdat ik me op die manier ook met internationale mensenrechten en relaties bezig kan houden. Dus in die zin heeft de politiek mij misschien niet veranderd, maar echt wel aangescherpt in mijn blik en mijn drijfveer om Europarlementariër te blijven. Dankjewel. Nou, de kop is eraf. Ik zou zeggen, voor iedere kandidaat gaan we gewoon klappen, toch? Ja. Maarten Tollenaar, ja, dat komt alfabetisch dan erna. Ja. Aan jou de minuut. Wat een lampen zeg. Hi, ik ben Maarten Tollenaar. Het is in de politiek van vandaag vrij makkelijk om hoop te verliezen. We worden immers geconfronteerd met immense uitdagingen. Klimaatverandering bedreigt ons planeet. De digitalisering brengt naast grote kansen ook grote risico's met zich mee. En de wereld lijkt steeds instabieler te worden. In Brussel kijkt men te veel naar elkaar en niet goed naar de toekomst. En men is te veel bezig met verdeeldheid en niet genoeg met mensen bij elkaar brengen. Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een politiek die iedereen die D66 een warm hart toedraagt weer hoop en perspectief biedt. Ik heb gezien dat het mogelijk is. Als international officer van de Jonge Democraten heb ik met jongeren van over de hele wereld samengewerkt om onze sociaal-liberale waarden te bevorderen. Dat is hard werken en kost veel energie, maar ik krijg juist energie van die nieuwe politieke generatie die ik overal tegenkom. Ik krijg energie van hard werken om het eens te worden, met een open blik naar allemaal standpunten te luisteren en de details in te komen om tot het beste beleid te komen. Europees idealisme bewerkstelligt met hard werken een open blik en verstand van zaak. Dat is waar ik voor sta. Brussel heeft dat nodig. D66 heeft ook dat Europees idealisme nodig. En als je denkt dat het nodig is dat D66 en Brussel vernieuwen, stem dan op mij. Dank u wel. Tot nu toe heb ik stem dan op mij net na de klok getolereerd. Dus dat mag iedereen nu ook. Je bent een vervent EU-speltjes uitdelen. Correct. Misschien wel Europees kampioen daarin, dat hebben we niet nagezocht. Maar wat was het meest bijzondere speltje dat je hebt uitgereikt? Misschien een moment of misschien een persoon die je er eentje hebt gegeven? Nou, ik vind het wel interessant dat je dat vraagt, want ik deel die speltjes dus niet alleen maar bij de JD of D66 uit. Ik sla ze in 30 fout in en dan deel ik ze uit aan iedereen die iets interessants over de Europese Unie zegt. En ik was op een gegeven moment met iemand die in mijn gebouw woont aan het praten. En dat was een Forum voor Democratie stemmer. En we hadden het over migratie. En hij zat er heel stevig in. Heb ik gewoon vragenderwijs gevraagd waar zijn positie nou vandaan komt. En ook proberen te achterhalen, maar hoe wil jij dan dat het gaat? En uiteindelijk kwam die jongen gewoon uit op, ja nee, het is wel belangrijk dat die mensen natuurlijk worden opgevangen. Ja, het is logisch dat we dat Europees doen. Ja, nee, dan moeten we ook wel afspraken binnen Europa maken over hoe we het goed verdelen. Toen dacht ik aan het eind van, nou, ik geloof dat wij uiteindelijk op vrijwel dezelfde pagina uit zijn gekomen. Dus heb ik een speltje gegeven. Dat is denk ik het leukste voor mij. Niet alleen maar omdat het leuk is om gewoon die jongen een EU-speltje te geven. Niet of hij mooi gedragen heeft. Maar om zo te zien dat je met gesprek, ook met mensen die heel ver van je af lijken te staan,
toch vaak op een mooie positie uit kan komen. Jij bent een jong politicus en wil de hemel bestormen. Maar wat is nou jouw gouden formule? Wat maakt jou nou dat je die ouderwetse, saaie politiek weg kan toveren en wat ga jij daar aan doen? Ik denk dat het belangrijk is om onverschrokken daarin te zijn. En ik denk dat sommigen van jullie misschien denken, het feit dat ik me hiervoor durfde te kandideren, dat al enigszins aangeeft dat er bij mij enige onverschrokkenheid in zit. Nee, maar of het nou gaat, er zijn in Brussel gewoon dingen waarvan mensen er een beetje van uitgaan, dat gaat nou eenmaal zo. Of het nou gaat om het gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat nog steeds een derde van de begroting inneemt, dat nog steeds, of het nou gaat over een bepaalde terughoudende houding van Europa als het gaat om buitenlandbeleid. En ik denk dat het nodig is dat er mensen met passie voor de Europese Unie daar komen, die dat ook kunnen overdragen. Ik weet van mezelf dat ik vrij aanstekelijke passie over de Unie heb. En die gewoon zeggen, hoor eens even, dit gaan we gewoon anders doen. En ik denk dat dat van jonge, nieuwe mensen moet komen. Ik denk dat als je te lang al meedraait, dat het er gewoon veel moeilijker in gaat. Niet omdat je dat niet ook wil, maar omdat de paden die jij kent, de paden zijn die al bewandeld zijn. En daar gaan we de verandering niet mee aanbrengen. Dankjewel. En we gaan naar het einde van het alfabet. Ja. En dat is Andrea Centhoven. Ga je gang voor Jan. Ja. Lekker in dat rood. Ja, hallo. Ik ben Andrea Centhoven. Ik werk inmiddels al 12 jaar voor de Europese Commissie. Ik werk daar aan een ambitieuzer, slimmer en sociale klimaatbeleid. Ik heb jarenlange ervaring in internationaal onderhandelen en een leidinggeving. Ik weet waarover werkt en ik weet hoe je in Brussel dingen voor elkaar krijgt. En dat is wat ik ook de komende jaren als jullie delegatieleider in het Europees Parlement wil bereiken. Dat is een ambitieuzer, slimmer en sociale klimaatbeleid. Dus willen jullie lijsttrekker die weet hoe Europa werkt en die weet hoe je in Brussel dingen voor elkaar krijgt? Willen jullie een lijsttrekker die brede ervaring heeft in Europa, die kan samenwerken, die kan onderhandelen, die weet hoe Europa werkt? Willen jullie lijsttrekker die van het klimaat weer een topprioriteit maakt? Nu moet ik even wachten tot na de tijd. Stem dan op mij, dankjewel. Het mag ook korter, hè? Het mag ook korter, dat is niet verboden. We krijgen zo denk ik wel een hele harde tringel, dus ik wacht nog heel even. Kijk naar vrienden. Stel je voor, jij mag een politieke tegenstander uitnodigen voor een sportwedstrijd. Een sportwedstrijd? Wat voor een sport zou dat dan zijn en waarom? Schaken? Nee, wat voor een sport zou dat zijn? Een hele goede vraag. Misschien gaan bowlen. Dan kan je lekker in gesprek gaan. Sta je naast elkaar. En waar Maarten ook net over had. Ja, dan zie je vaak toch wat je gemeen hebt. Hoe je samen kunt optrekken. En dat je eigenlijk allemaal bij waarschijnlijk toch hetzelfde wil. Dat is een beter land, een betere Unie voor de burgers. En dan kijken hoe kunnen we dat samen bereiken. En die samenwerking is ook in het Europees Parlement ontzettend belangrijk. Want zonder samenwerking kom je daar niet, want straks met een hele grote sterke delegatie van 6-7 leden, Europarlementariërs van ons in het Europees Parlement, zijn we nog steeds 1% van het hele parlement. Dus je haalt het niet uit je massa, je haalt het niet uit, we zijn gewoon 15% van het hele Europees Parlement. Maar je moet juist de samenwerking aangaan, je moet kijken van wie kan ik overtuigen binnen je eigen fractie met andere fracties. Dus die samenwerking is ontzettend belangrijk. En dat doe ik al jaren in Europa en dat kan ik heel goed en daarom ga ik heel graag bowlen. Is niet jouw tweede vraag, maar weet er iemand of er een bowlingbaan is in het Europees Parlement of onder het Europees Parlement? Kijk, bij deze. Wel schorsaal. Ja, wel schorsaal, oké. Dat was de eerste vraag. De tweede is, je zei het net al, je werkt al heel lang in Europa, maar als ambtenaar. Ja. En politicus is, heb ik altijd zo begrepen, toch een ander vak. Ja. Hoe ga jij die omslag maken? Het is inderdaad een heel ander tak van sport. Maar in Europa en in Brussel kan je alleen dingen bereiken als je weet waar je het over hebt. Dus je moet echt kennis van zaken hebben. Dat is hoe Europa werkt. Of hoe Brussel werkt. Dus je moet echt inhoudelijk weten waar je het over hebt. En als je dan uit het Europese al komt en daar echt letterlijk op de wetten, op de internationale verdragen hebt onderhandeld, ja, dan kan je gewoon vanaf dag 1 beginnen. En dat is ook super belangrijk dat we dat gaan doen, want we gaan de komende periode met name op het klimaatbeleid
een periode in dat er heel veel nieuwe wetgeving gaat komen en moet komen. En daar moeten wij als D66 bovenop zitten en echt vanaf dag 1 aan de slag gaan. En dat is wat ik meeneem, het hele proces in het Europese parlement in. Mijn kennis, mijn ervaring op klimaat en ook zoals Maat een heel groot maat en passie voor Europa. Dankjewel. Gaan we naar het begin van het alfabet. Selima Belhaj, voor jou minuut. Ja. Nou, mijn naam is Selima Belhaj en ik heb een kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap. Na jaren ervaring in Rotterdam als politiek leider en ook een aantal jaren in Den Haag, maakte ik me ernstige zorgen over de grote problemen die we zien. Een oorlog op het Europees continent, een gigantische klimaatcrisis, een energiecrisis en je zou ook kunnen zeggen een asielcrisis en een onvermogen vanuit lidstaten, maar ook de Europese Unie om te komen met een goede oplossing en humaan asielbeleid. Ik merk dat ik door wil gaan op waar ik mijn kandidaat heb gesteld, maar ik moet ook zeggen, dat ga ik denk ik niet redden in de tijd, dat er veel vragen zijn over waar ik me ook kandidaat heb gesteld voor de Tweede Kamer. En ik merk toch dat ik dat eerst even wil vertellen. Ik ben voorzitter van een enquêtecommissie waar ik al 2 jaar mee bezig ben. Dat is een opvolging van de kinderopvangtoeslag, waar 100.000 mensen verdrukt zijn door de overheid. Door de verkiezingen komen er verschuivingen in de commissie, maar zoveel leden die mogelijk niet terugkomen. En ik voelde me als voorzitter zo verantwoordelijk dat ik heb gezegd, ik wil in een paar maanden wil ik dat af kunnen maken. En dat betekent dus dat ik waarschijnlijk gewoon in maart klaar ben. Dus straf mij alsjeblieft niet voor het feit dat ik voor die slachtoffers de antwoorden wil vinden waar ze recht op hebben. Dankjewel. Sorry dat ik er nog ben zo ongemakkelijk. Nee, ja, ik voel me ongemakkelijk. Ja. Ik denk, dan hebben we dat maar uitgelegd. Mensen hebben veel vragen. Ja, ja. Okay, je schetst net aan het begin van je pitch een aantal hele zware, ingewikkelde zaken, oorlog en dergelijke. Veel serieuze debatten natuurlijk in de Tweede Kamer. Maar heb je ook iets wat je voor de geest had en wat je met ons wilt delen wat heel absurd was of heel grappig? In de Kamer? Ja, bijvoorbeeld. Of iets in een ander debat. Er gebeuren op zich heel veel grappige dingen in Den Haag. Maar dat is niet iets inderdaad wat je ziet. Nou, grappig. Ik vond het vooral heel mooi. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van de meerderheid in de Tweede Kamer voor het excuses voor het slavernijverleden. En dat is eigenlijk niet gebeurd via typische politieke debatten. Maar ik heb gewoon een paar mensen uitgenodigd van politieke partijen van links tot rechts. En heb gezegd, jongens, zouden wij niet kunnen proberen om door middel van een dialoog te kijken of we zo ver kunnen komen. En dat was echt een fantastisch jaar. En dan heb je andere soorten gesprekken dan in een debat. Inclusief dat op een gegeven moment een van de leden toch wel heel erg moeilijk zat te doen. En obstructie pleegde. En ik wist dat hij van een biertje hield. Dus ik had gezegd tegen mijn secretaresse, zorg even dat er wat bier koud staat. Nodig ik hem uit en zeg, nou, wil je toevallig een biertje? Dat maakte voor hem het gesprek wat makkelijker. En uiteindelijk is die persoon ook overstag gegaan. Nou, en dat zijn kleine dingen die je niet altijd ziet in het debat, maar wel iets is waar ik heel erg van hou en waarom ik ook naar het Europees Parlement wil als delegatieleider. Omdat dat verbinden voor mensen, ook al lijkt het een grote kloof, dat vind ik gewoon het allermooiste wat er is. Dankjewel. Geldt voor iedereen, een politieke campagne is zwaar. Kost heel veel energie, weinig nachtrust vaak. Heb je voor jezelf iets bedacht wat ook voor anderen hier of thuis nuttig is bij een campagne om te blijven staan? Ik vermoed dat ik dat wel heb, want jullie moeten weten dat ik de afgelopen 3 weken, en ik lieg niet echt 100 uur per week heb gemaakt. Ik doe de openbare verhoren, ga ik even snel eten en dan hebben we allerlei debatten. Vannacht heb ik iets meer slaap gehad, 7 uur, en toch stond ik met energie op. En zal ik het dan vertellen wat het geheim is? Ja. Sowieso altijd blijven lachen en plezier hebben. Maar ik ben al wel wat maanden geleden begonnen met wat actiever en gestructureerder te leven. Dat betekent gewoon gezond eten, sporten, ondanks dat het heel zwaar is. Ondanks het feit dat het weer echt geschikt is voor wijntjes drinken, daar heel beperkt in zijn. En je laten omringen door mensen die van je houden. En ik ben in augustus getrouwd en ik heb veel steun van mijn man in alles wat ik doe. Dus dat is een beetje de chemie. Dankjewel. En de laatste minuut is voor Gerben-Jan Gerbrand. Ja, dankjewel. Mijn naam is Gerben-Jan Gebrandi en ik wil heel graag volgend jaar jullie lijsttrekker worden. Ik heb natuurlijk al in het Europees Parlement gezeten. Ik heb me daar 10 jaar lang ingezet voor natuur, klimaat, energie, verduurzaming in het algemeen. Zelfs groenste politicus van Nederland mee geworden. En dat groene werk wil ik ook heel graag voortzetten in Brussel. Maar er is meer. Helaas. Na 75 jaar vrede hebben we helaas nu weer een oorlog op het Europees continent. Maar het is niet alleen Rusland. Ook China komt op en wordt sterker en agressiever.
Dus Europa staat meer en meer alleen. En om dat aan te kunnen, moet Europa echt grondig hervormen. Dus de veto's moeten weg. Eensgezind buitenlands- en defensiebeleid. Uitbreiden. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen, hebben we ook een krachtiger Europees parlement nodig. En daarvoor moeten we samenwerken, hebben we kennis en ervaring nodig en doortastendheid. Dat zijn eigenschappen die ik heb. Die wil ik heel graag inzetten voor de partij om D66 in Europa weer sterk, groen en relevant te maken. Oeh, dan moet ik nog zeggen aan het eind, na de bel, stem op mij. Dus, stem op mij inderdaad. Dankjewel. Je zei het zelf al, hè, groenste politicus van Nederland in 2017. Maar als je heel eerlijk bent, zijn er ook dingen waarvan je zegt, nou, dat hoeft allemaal niet zo groen, een beetje meer vervuiling is geen probleem. Bij welke partij zit ik? Nee, kijk, die vergroening komt bij mij echt diep uit mijn hart. Heeft ook met mijn afkomst te maken. Iedereen heeft twee biologische ouders, die heb ik natuurlijk ook. Maar ik heb ook nog twee ouders die bioloog waren. En dat maakt mijn opvoeding ook bijzonder. Van jongs af aan heb ik geleerd hoe belangrijk en ook hoe mooi de natuur is, maar ook hoe kwetsbaar. Soms was het minder leuk, hè, dat we na elke 10 meter weer maar naar een heel bijzonder plantje moesten kijken. Maar daar ben ik overheen gestapt. Nee, ik weet gewoon, hè, de natuur kan zonder de mens, maar de mens niet zonder natuur. Het is zo essentieel. En we zijn het met elkaar zijn we het kapot aan het maken. En daarom was ik ook zo boos over die natuurherstelwet. En dat was voor mij echt de aanleiding om te beslissen, ik moet weer terug naar die politieke arena. Ik moet weer vechten voor die vergroening. Want als we het aan conservatieve krachten overlaten, dan gaat het gewoon kapot. En dat is onze toekomst, ook die van ons. Niet alleen maar van de conservatieve partij. Je zei het ook al, hè, inderdaad, je hebt een lange ervaring al, dat zei je niet helemaal, maar je hebt een lange ervaring in het Europese parlement. Je komt nu weer terug. Er zou een risico kunnen ontstaan dat het dan oude politiek wordt wat je gaat bedrijven. Maar is er iets waarvan je zegt, ten opzichte van die vorige periode, dat ga ik veranderen? Daarom wil ik ook als lijsttrekker terugkomen. Want ik zat daar in een fractie van 3 en later als 4, onder de bezielende leiding van Sophie. En ik wil nu graag als fractievoorzitter, want er is zoveel meer te doen dan die ene portefeuille die je als Europarlementariër kan doen. En dan heb ik het echt over de grote veranderingen van Europa. En daarvoor moet je als delegatieleider echt in de belangrijke kamers zitten waar het gebeurt. En het is een raar parlement, hè? Het is enigszins archaïs. Niet alleen moet je de weg kennen, maar mensen moeten jou ook kennen. Ik merkte het vorige week weer, ik was weer even een dag in Brussel. Ontzettend leuk, heel veel mensen gesproken die ik nog kende van de afgelopen jaren. Die er ook allemaal nog zitten. Allemaal heel blij dat ik weer terug wilde komen overigens. En zeiden dat ze, als ze D66'er waren, absoluut op mij zouden stemmen. Maar die hervormingen waar ik ook in die tijd al aan gewerkt heb, die zijn nog altijd even nodig. Maar ik denk dat ik dat als delegatieleider veel meer voor elkaar kan krijgen dan als gewoon lid van het parlement. Dank. Dat linker uiteraard voor alle kandidaten staat hier ook een glaasje water. En dat kan misschien straks van pas komen tijdens het debat. Maar eerst kijk ik even de zaal in. Want zoals aangekondigd, na dit blok van voorstellen, mogen jullie meer doen dan klappen. Dan mogen jullie ook een vraag stellen. Zijn er mensen die wat te vragen hebben? Als ik denk, wat kijk je moeilijk, dan komt het omdat ik onderdoor het licht moet kijken. Ja, meneer, zou je ook even willen zeggen wie u bent en aan wie de vraag gericht is? Sorry. Mijn naam is Gerrit Hartold. Mijn vraag is voor alle kandidaten. Gaan we allemaal staan als ik jullie uitnodig om hier te komen? Ook mooi voor de fotograaf. De vroeger was er de Poolse Landdag. En sommigen betitelen de Europese Raad op dit moment ook als een soort Poolse Landdag. Ik wil graag weten, blijft Europa een Poolse Landdag of gaan we naar een slagvaardig Europa? En laten we van dit antwoord geen Poolse Landdag maken. Dus ik adviseer jullie om het redelijk kort te houden. En ik begin middenin. Maar. Ik denk ook wel overigens dat we hier vrij eensgezind over zijn. Er moet meer slagkracht en wat betekent dat? We moeten meer naar qualified majority voting toe, dus van de veto's af. Ik denk dat u bij elk van ons er zeker over kan zijn dat we ons daarvoor willen inzetten. Ik kan het in elk geval beloven dat die institutionele verhoudingen prioriteit nummer 1 wil durven te zeggen dat het zijn.
Dus ja, dat moet gewoon echt anders. En als D66 dat niet in het Europees Parlement gaat doen, ben ik bang dat niemand dat gaat doen. En als het Europees Parlement niet gaat doen, ben ik al helemaal bang dat het nergens vandaan gaat komen. Is er iemand voor een Poolse landdag hier? Nee? Maar mensen met ervaring in het Europees Parlement, is het wel eens een Poolse landdag? Ja, wat problematisch is aan hoe de Raad momenteel werkt, is dat er gewoon een gebrek aan transparantie is. Ik zit natuurlijk ook zelf vaak in trilogen, in onderhandelingen. En dan merk ik hoe niet transparant we zijn over de resultaten die we boeken. En ook hoe de Raad bijvoorbeeld besluit en waarom. Dat is zelfs informatie wat wij als Europarlementariërs lastig verkrijgen in het algemeen. Dus wat er natuurlijk gewoon moet gebeuren is zorgen dat we op een hele andere manier aan besluitvorming doen. Absoluut eens, we moeten weg met het veto, niet alleen op het buitenlandbeleid. Als wij de grote vraagstukken van hedendaags, migratievraagstuk, klimaataanpak bijvoorbeeld, maar ook als het gaat om rechtsstatelijkheid, dan moet je met een gekwalificeerde meerderheid werken. Daar komt bij dat ik geloof dat die slagkracht kan verbeteren op het moment dat het Europees Parlement ook veel meer initiatief mag nemen om met de eigen voorstellen te komen. Dan gaat er snelheid zitten, ik geloof ook in zitten, maar ik geloof ook dat de kwaliteit van wetgeving daardoor verbeterd wordt. Dus ja, absoluut, we moeten dit gewoon anders doen, want ik merk dat als Europarlementariër in de praktijk. Dank. Omdat de vraag aan iedereen was gericht, mag ook iedereen het woord voeren. En ik ga nu van die kant deze kant op. En dan Maarten, jij, als je naar weer naar voren stapt, dan zeg oh, je bent toch. Dat is wel een vraag bij. Nee, ja, het is een hele goede vraag. En ik ben het zeer eens met wat al gezegd is. Het vervelende is dat de Europese Unie kan nu heel slagvaardig zijn in tijden van crisis. Maar dan gaat het altijd ten koste van de goede parlementaire controle. Want dan wordt het Europees Parlement door slinkse procedures vaak wat buitenspel gezet. En juist de grote veranderingen die zo nodig zijn, zoals de verduurzaming, de radicale verduurzaming van onze Europese economie, daar zie je juist heel veel vertraging door het feit dat die slagkracht er niet is. En ja, dan is er geen crisis en dan gaat iedereen weer op zijn lauweren rusten. En dat kunnen we ons in de wereld van vandaag gewoon niet meer veroorloven. Dus inderdaad veel meer slagkracht. En ja, we zijn het er allemaal over eens, veto's weg en unanimiteit weg in de Raad. Ja. Nou, dat moet nog wel blijken, Gerben-Jan, of het eens zijn. Nee, we zijn het wel eens, maar ik wil twee dingen noemen. Eerst is dat ik een groot voorstander ben, als het lukt, om de mogelijkheid te hebben om een eurocommissaris te kunnen wegsturen. Dat kan eigenlijk nu niet, dan moet je die hele Europese Commissie wegsturen. En toen ik dat voor de eerste keer echt zo goed door me liet doordringen, dacht ik, ja, maar dat is heel gek. Hoe kun je nou tanden hebben als parlement op het moment dat daar gewoon iemand zit en zegt, ja, ja, ik neem het serieus, bye. Hè? Dus ik geloof heel erg dat als we daar nou op inzetten, dat je dat veel meer echt een soort krachtig Europees parlement krijgt. Want als iemand dus inderdaad niet functioneert of inderdaad zich niet aan zijn afspraken houdt, dat zo'n eurocommissaris ook weet dat er ergens een deur is waar die naartoe kan. Twee, wil ik niet helemaal pessimistisch zijn, want ik denk dat de oorlog in Oekraïne heeft aangetoond dat er heel veel mogelijk is. Jammer genoeg is dat een aanleiding van een crisis, maar dat gaf mij eigenlijk hoop. En ik zie op buitenland veiligheidsbeleid, zie ik ook dat die urgentie er ligt en is men ook gaan versnellen. Hè? Er is een soort strategisch kompas waarin men goede afspraken ook heeft gemaakt om straks een kleiner militaire, 5000 man om eventueel ook een crisis te kunnen opereren. Dus laten we niet alleen maar te cynisch zijn, ik zie veel mogelijkheden, laten we elke, hoe treurig ook, crisis gebruiken om te versnellen, om die veranderingen te realiseren die de Europese Unie zo nodig heeft. Dankjewel. Andreas? Ja, nou, heel moeilijk om hier nog iets aan toe te voegen. Want ik ben het met heel veel onderwerpen eens. We moeten af van veto op buitenlands beleid. We moeten voor meer transparantie zorgen. We moeten voor een democratisering van Europa zorgen. Maar ik wil graag terugkomen, Gerrit, op de Poolse landtag. Want wat was het eigenlijk? Het was ook een moment van inspraak. Dat je gewoon je verhaal kwijt komt. En dat is iets wat wij nog veel te weinig doen in Europa, dat wij echt in gesprek gaan ook met de burgers. En dat is iets waar we ook heel goed moeten nadenken van hoe kunnen we dat op een goede manier doen. We hadden de conferentie over de toekomst van Europa, heeft waarschijnlijk nog niemand over gehoord, maar het was een hele grote exercitie om echt in gesprek te gaan met de burger en na te denken van hoe moeten we Europa in de toekomst gaan inrichten. En vooral als we nu gaan richting uitbreiding en verdieping van de Unie, moeten wij als Europese maatschappij heel goed gaan nadenken van hoe gaan we dat inrichten? Hoe gaan we onze verdragen inrichten? En dat kan je niet vanuit de elite doen, maar dat moet je in gesprekken doen met de burger. Dus laat eigenlijk de Poolse landtag en het idee wat erachter staat, die inspraak gebruiken en vertalen naar een soort ja,
conferentie echt over de toekomst van ons allemaal en hoe wij Europa willen inrichten en ook hoe we dat institutioneel gaan inrichten. Zo'n Poolse landdag naar een Europese landdag. Ja, maar dan op een andere manier. Dank jullie wel. Twee vragen zie ik sowieso. Ja. Blijf vooral staan allemaal, ja, want dan hoeven jullie verder heen en weer. Ook even de vraag, wie ben je en heb je aan één iemand of aan iedereen een vraag? Mijn naam is Jeffrey van Aanschuim-Leijden. Ik heb een vraag aan Gerben-Jan en Andreas, wat zij klimaat noemden. Want ik lees in de krant dat het wetgevingspakket van meneer Timmermans eigenlijk helemaal is vastgesteld. De Green Deal, en dat het nu een kwestie van uitvoering is. Dat gemeenten en provincies verantwoordelijk zijn voor de energietransitie, komt zelf ook uit het lokaal bestuur. Dus mijn vraag aan jullie is, welke concrete prioriteiten en wetgevingsplannen zien jullie op het gebied van klimaat voor de komende 5 jaar in de EP? Ja, gericht aan Gerben-Jan en Andreas, en dan is dat het ook. Dan vraag ik niet nog aan de anderen om een reactie te geven. Die wil je eerst hebben. Ja, maar gewoon. Het zijn eigenlijk twee dingen die belangrijk zijn. Het eerste is het bestaande Green Deal pakket. En daar moeten we voor zorgen dat de implementatie inderdaad goed loopt. Daar moeten we goed toezicht op houden, zeg ik maar. Maar dat is ook een opdracht aan de toekomstige Tweede Kamerfractie. Om te kijken vanuit de oppositiecoalitie om ervoor te zorgen dat de implementatie bij ons goed loopt en wij gaan het dan straks vanuit het Europees Parlement doen. Maar dat is het ene. Het andere, eigenlijk nog veel belangrijker, is dat wij naar het volgende pakket moeten. Want de Green Deal, het hele pakket, gaat tot 2030. We hebben in de Europese Klimaatwet de doelstelling klimaatneutraliteit in 2050. En hoe gebeurt het in Europa? Het volgende wetgevingspakket komt eraan binnen de komende periode en dat gaat dan over 2040. Dus de periode 2030-2040. En als je kijkt naar onafhankelijke adviesraden van wat is de ambitie die wij moeten hebben tot 2040, dan zie je dat is de facto klimaatneutraliteit. Dus heb je echt min 95% CO2-reductie reductie in 2040. En dan moeten wij dat vertalen in wetgeving. Dus dat is wat mij betreft de grote prioriteit voor ons als delegatie, voor ons als D66 in het Europees Parlement, dat we ervoor zorgen dat er een ambitieuze, slimme en sociale wetgeving komt, dat we die klimaatdoelstelling halen, dat we de kansen die er liggen ook voor onze bedrijven benutten en dat we tegelijkertijd ervoor zorgen dat de groene economie voor de toekomst ook werkt voor iedereen. Dankjewel. Ja, aanvullend op Andreas hoor. Paar dingen. Ten eerste, het was een waanzinnige prestatie dat ze die Green Deal en alle wetgeving die daarmee te maken heeft in zo'n korte tijd door het hele besluitvormingsproces hebben weten te krijgen. Maar we moeten ons wel realiseren, dit is de papieren exercitie. Nu komt datgene wat we echt met elkaar moeten doen. En we noemen dat heel makkelijk implementatie, maar dat is natuurlijk het allermoeilijkste. Ten aanzien van klimaatbestrijding hebben we eigenlijk nog niet eens het laaghangend fruit geplukt. We hebben alleen maar het fruit wat al op de grond lag, hebben we opgeraapt. Er is nog zo verschrikkelijk veel te doen. En dat wordt heel moeilijk. Ik wil dat er ook een speciale commissie in het Europees Parlement voor komt, die de uitvoering heel erg nauwgezet gaat monitoren. Want je ziet nu al aan de conservatieve kant van het parlement dat ze vinden dat het allemaal wat te hard gaat. En dat is niet zo, want doelen zijn heel moeilijk om te halen. De doelen waar Andreas het over had, die voor 2040 moeten worden ontwikkeld, daar zit bijvoorbeeld ook het gedrag van mensen bij. Dan heb je het over consumptie van ons. Vliegen, minder vlees eten, dat wordt een hels politiek debat. Maar het is een debat wat we absoluut moeten voeren. En dat is ook een van de redenen waarom ik daarbij wil zijn. Ik wil niet vanaf de zijlijn zien hoe dat debat de verkeerde kant op gaat. Dankjewel. Ja, mijn hand omhoog, is die nog actueel? ik ben Mathilde Garcia en ik heb een vraag aan jullie allemaal. Ik hoor heel veel over samenwerken, over voorziening. Om dat goed te kunnen doen, moet je ook een ander gunnen. Dus ik zou heel graag willen weten van jullie allemaal een concreet voorbeeld wanneer jullie een politiek concurrent iets hebben gegund. Sorry, maar ik begin bij jou. Ja. Zeg je mooi, het gaat inderdaad over gunnen in de politiek. En dat betekent dus heel vaak in de politiek dat jij niet de eerste wilt opstrijken. En dat is best ingewikkeld, want je wilt het laten zien. Ik heb dan bij meerdere dossiers gehad dat mensen zeiden, waarom weten mensen niet dat je erachter zit? Dan zei ik, dat maakt niet uit, omdat mensen weten dat ik zo acteer, kan het ook lukken. Ik denk dat Habitja, dat was een bombardement, waaronder een bombardement vanuit Nederland. Dat was een heel complex dossier. En op een gegeven moment voelde ik,
Ik heb af en toe sowieso de neiging, nou de neiging is ook heel gezond, om heel dualistisch te zijn, coalitieafspraken, maar ook gewoon dualistisch. En daar was de mogelijkheid, dat heet dan een interpellatiedebat, dus dan geef je één collega de ruimte om echt volop te gaan. Weinig ruis en dan nog wat vervolgvragen. En voor mij was het belangrijk dat dat goed naar voren bracht. En toen heb ik bijvoorbeeld mijn collega van de SP destijds, Karabulut, zei: doe jij dit nou maar, want bij mij komt er veel te veel coalitie in gedoe. En dus heb ik gezegd, doe jij dat, is het meest effectief. En uiteindelijk is het ook gelukt dat Nederland voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis na een bombardement een bedrag heeft vrijgemaakt om dat dorp ook weer op te kunnen bouwen. Ja, dankjewel. Het zijn hele mooie vragen. Het Europees Parlement is, mijn team is per definitie een cultuur waar je elkaar veel moet gunnen, omdat je ook moet samenwerken. Dus je bent afhankelijk van de coalities en de meerderheden die je bouwt rondom nieuwe wetgeving. Ik heb het geluk gehad dat ik mijn hele mandaat coördinatorfuncties heb mogen vullen voor Renew. Ik ben in de eerste helft van het mandaat coördinator vrouwenrechten en gendergelijkheid geweest. Wat ik op een gegeven moment na een paar maanden ook gegund kreeg van een andere Franse collega. Die aangaf dat ze te druk zou zijn met andere commissies. En mij heeft gevraagd of ik dan interesse zou hebben in die mooie rol. Waardoor ik me daar ook op kon voorbereiden als beginnend Europarlementariër. Ik ben ook coördinator internationale handel geweest. En ik heb bewust binnen die twee coördinatorsrollen, omdat je ook gaat over de rapporten en de rapporteurschappen die je binnenhaalt, vaak genoeg de dossiers voor anderen laten gaan. Om vervolgens zelf zorgvuldig een eigen dossier te kiezen. Dat is ook de reden bijvoorbeeld waarom ik zelfs vanuit een EPP-collega ben gegund om die hoofdonderhandelaar op loontransparantie ook te worden. Ze had die strijd kunnen aangaan, maar juist vanwege een goede relatie is er gezegd: volgens mij kan je dat gewoon heel goed. Doe jij het, ik ga die strijd niet aan. Over gunnen gesproken. En toen ik vervolgens met een andere hoofdonderhandelaar, Kira Kieter Hansen, de nieuwe wet over loontransparantie er doorheen kreeg, toen was dus in het Europees Parlement, dat is dus gebruikelijk, er mag maar één iemand het parlement plenair toespreken. En daarvan zei ik, nee, dat ga ik niet doen, want ik was de eerste in rij. Ik ga alleen spreken als Kira Kieter Hansen ook mag spreken naast mij. En we hebben die regel hebben verbroken. Ik kreeg daarna heel veel gedoe met de voorzitter van het parlement. De voorzitter, want dat was de regel, zo gaat het nu eenmaal. Toen zei ik, nou, misschien moeten we die regels dan maar een keer veranderen. Want nog niet vaak genoeg zien we andere vrouwen, of vrouwen in het algemeen, in dit soort posities. En ik zou het niet over me heen kunnen laten gaan dat ik dan nu dit belangrijke moment, het is een historische wetgeving, niet deel met mijn mede-collega Kira Kieter Hansen van de Groene. En zo heb ik nog meer voorbeelden van dat je gewoon moet gunnen. Je moet soms dossiers laten gaan om vervolgens andere goede dossiers daarvoor terug te krijgen. Dankjewel. Andreas, wanneer heb jij iemand wat gegund? Gegund. Hele belangrijke vraag, met name in de Europese context, omdat het juist jouw kracht ligt in de samenwerking. Hoe je met je team samenwerkt, hoe je binnen je fractie samenwerkt, hoe je binnen het hele parlement samenwerkt. Want je hebt geen coalitie en geen oppositie. Maar ja, je moet steeds weer naar een meerderheid zoeken in het Europese parlement. En daar is het heel belangrijk dat je als delegatieleider ook je eigen mensen in hun krachten zet en ervoor zorgt dat zij kunnen doen wat ze het beste kunnen doen, wat ze willen doen, wat ze willen bereiken. Hè? Want als je uit je eigen passie en uit je interesse werkt op onderwerpen, dan sta je heel sterk en dan sta je ook als team heel sterk. En nou, dat is een heel mooi verhaal. Maar wat ik bijvoorbeeld een aantal jaren had, ik had een team van mensen. En in het begin van mijn periode op die plek had ik een hele goede baas. En heel goed mee samengewerkt, maar hij ging dan na een tijdje ging dan verder doorgroeien naar een andere functie. Maar een aantal jaren later kwam hij weer terug. Maar niet als mijn baas, maar als mijn ondergeschikte. Omdat hij thuis een hele andere situatie had. Dus hij kon het ook qua tijd niet meer aan dat hij op die plek zat. Dus hij kwam in mijn team terecht. En hij was boven de 60, dus iedereen had dacht, nou, dat die gaat het nog eventjes uitzitten en want hij heeft thuis heel veel te doen en dan gaat hij met pensioen. Dus ik ging dan al heel vroeg met hem een aantal keren in gesprek, we gingen koffie drinken, we gingen kijken en ik ging hem vragen, wat wil je eigenlijk doen? Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je bijdragen? Wat kan je gezien je thuissituatie?
Dus ja, we gingen over het gesprek. We maakten lijstjes van leuke dingen die hij leuk vond, dingen die hij kon doen, dingen die hij aankon, ook qua tijd. En dan ging ik herverdelen in mijn team. Iedereen kreeg een beetje andere taken, een beetje andere dingen om te doen. Maar het resultaat was dat hij heel productief was. Hij kon heel veel doen. En de andere teamleden, ja, kon het ook zien. Hij is echt productief, hij is echt heel veel voor ons aan het doen. Dus het is niet zo erg dat wij nu een beetje andere dingen doen, want we staan met elkaar veel sterker. En zo moet je kijken, je moet vanuit de krachten kijken die in je mensen zitten. En als het dan de ruimte en de vrijheid heeft om dat te doen, dan bereik je ook met z'n allen veel meer. En ik denk dat het met name in het Europees Parlement cruciaal is. Dankjewel. Gerbert-Jan. Ja, Raquel, leuke vraag. Ik zal twee voorbeelden geven. Ik vind samenwerking tussen Brussel en Den Haag ontzettend belangrijk. En dat gaat het ene moment beter dan het andere moment. Ik heb altijd erg goed met mijn collega's in de Tweede Kamer samen weten te werken. En vaak heb je dan ook samen persberichten. Nou, als je het hebt over gunnen, je hebt nog wel eens conflicten dan van wie moet er eerst in een persbericht. Echt, ga je gang. Dus hè, dat is een belangrijk element van gunnen. Tweede voorbeeld is dat ik in de Milieucommissie de eerste woordvoerder was namens de Liberalen. En dan verdeel je ook de rapporten onder de rest. Mijn VVD-collega, ik zal hem niet bij naam noemen, die was al heel lang zeer geïnteresseerd in nieuwe wetsvoorstel voor de verandering van de mestwetgeving. Als overigens ook persoonlijk voor hem van belang. En electoraal. Nou, daar heb ik goed over nagedacht. Ga je een politieke en electorale concurrent laten shinen op zo'n dossier? Maar ja, je bent 5 jaar met elkaar, moet je samenwerken. En een week later zit je weer in een ander zaaltje met elkaar. En dan wil je ook weer steun voor de ander. Dus ik heb hem dat van harte gegund. En ik moet ook zeggen, hij heeft dat heel goed gedaan. En hij heeft mij ook gegund om daar dan ook nog invloed op te hebben. Dus dan zie je dat gunnen ook, een ander iets gunnen, ook een hele positieve gezamenlijke uitkomst kan hebben. Dankjewel. Maak dat maar. Ik gun jou het laatste woord. Dat waardeer ik. Ik moet dus vaak moet ik delegaties samenstellen van jonge democraten die naar congressen mondiaal en Europees gaan. En dan moet ik lastige keuzes maken, want ik mag naar Europese congressen maar 3 mensen meenemen en naar de mondiale mag maar 6 mensen meenemen. Dus dat zijn lastige keuzes, want ik moet niet alleen rekening houden met talentontwikkeling, maar ook van de expertise in het team. Dus dat is lastig. Toen kreeg ik een halfjaartje geleden kreeg ik een belletje van het bestuur van onze Europese koepelorganisatie. Hallo Maarten. Wij gaan een wijziging indienen dat jullie, waar het voor jullie op neerkomt, dat jullie binnenkort een extra persoonstandaard mogen meenemen. Helemaal blij. Over het bestuur gezegd, guys, top, we mogen binnenkort 1 extra persoon meenemen. Toen werd ik door onze Poolse zusterorganisatie gebeld. En die zei, hey Maarten, heb jij dat voorstel gelezen? Ik heb er net over gehoord. Ja, ze gaan dus grotere organisaties een plekje meer geven. En hoe gaan ze daarvoor betalen? Ze gaan mensen van ons weghalen. Ja, ik zat eventjes wel met een probleem. Want aan de ene kant, ik had net over wat JDR's blij gemaakt met het vooruitzicht. Hey guys, wij gaan zo meteen sterker vertegenwoordigd in de internationale wereld staan. En ik kreeg opeens te horen, oh, de Polen mogen dan maar 2 mensen meenemen. Dat is niet de bedoeling. Dus dat was een lastige keuze en ik heb toen heb ik uiteindelijk wel stevig voor gekozen. Ja, dat is dan eventjes wat jammerder voor ons. Maar het belang van de hele organisatie en het belang dat iedereen daarin goed mee kan komen is belangrijker. En dan moeten we dus echt voor zorgen dat iedereen minstens die 3 kan meenemen. Dus toen heb ik ook vrij moeilijk daarover gedaan tot uiteindelijk het bestuur dat voorstel heeft ingetrokken. Maar ja, daardoor kan ik nu dus wel nog telkens die lastige keuze moeten maken. Dus daar hebben we daar een klein beetje verlies op gemaakt. Maar ik denk dat we echt ook dat gunnen daarin, dat het ook voor het bredere belang de juiste keuze is geweest. Dankjewel. Ik kijk nog even de zaal rond en ik stel voor nog 1 vraag. Maar het zou heel mooi zijn als het een ja-nee antwoord. Nee, we willen straks nog over wat stellingen debatteren. Dus mooie antwoorden. Maar de vraag is of het wellicht in deze laatste iets kort. Ja. Meneer. Frank Wiers is mijn naam. Ik heb eigenlijk richting jullie allen de volgende vraag. In de afgelopen jaren was D66 bij uitstek de Europees denkende partij. In dat spectrum hebben we concurrenten gekregen. Waarom moet een Nederlands kiezer die Europees geïnteresseerd is vooral op D66 blijven stemmen? Daar ben ik wel. Met wat voor boodschap gaan jullie de campagne straks zien? Helder.
Gerber-Jan, mag ik dit keer bij jou beginnen? Ik probeer het allemaal ook een beetje zo te mixen. Ja, goede vraag. Die we op straat zullen tegenkomen. D66 is de partij die al sinds 1966 internationaal denkt en handelt. En dat ook aantoonbaar altijd gedaan heeft. IJzersterke positie in het Europees Parlement, in die liberale familie. Ik denk altijd ook hele goede vertegenwoordigers heeft gehad. En in staat om echt dingen te veranderen. En ja, dat is toch de beste boodschap naar de kiezer. Waarbij je ook, vind ik, altijd moet aangeven dat Europa gaat uiteindelijk over die dingen die ons het meest raken. Dat is vrede en veiligheid, dat is voedsel, dat is een dak boven je hoofd. Dat zijn de dingen waar Europa als een soort paraplu voor zorgt. Dankjewel. Ik ga nu zo het rijtje afkondigen. Ja, dat is een mooie vraag. Omdat het zijn inderdaad lijsttrekkersverkiezingen. En het gaat dus niet alleen over wat wij intern vinden, maar ook wat ga je naar buiten doen om te zorgen dat je zoveel mogelijk zetels gaat binnenhalen. Ik ben heel optimistisch. Ik snap dat peilingen soms heel erg afleiden, maar dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Want als ik ergens toe in staat ben, is het vechten voor de kiezers en ze te overtuigen waarom D66 de beste keuze is. En in dit geval gaat het niet alleen over D66 is een pro-Europese partij, maar D66 is de Europese partij. En wat mij betreft zit dat heel duidelijk in het onderwerp naar voren brengen van buitenland en veiligheid. Niemand is de oorlog in Oekraïne ontgaan. De meerderheid in Nederland is voor een Europese krijgsmacht. Benadrukken dat een groen Europa belangrijk is, ook dat is iets wat je niet kan ontgaan. Met alle overstromingen en alle ellende die er is. En drie, geloof ik ook in een vrij Europa, en dat is ook iets wat niemand hier heeft kunnen missen. Dat gaat over de vluchtelingen. En Nederland is altijd een warm land geweest voor het opvangen van vluchtelingen. En wat ik wil doen is dat ook weer naar voren brengen. En tegelijkertijd ook zeggen, laten we een nieuw plan voor Europa maken om de vergrijzing te combineren met de enorme behoefte in 2015 ongeveer 216 miljoen mensen die gaan vluchten voor klimaat. Dus dat zou mijn manier zijn, progressief, goed verhaal vertellen aan de kiezer en ze overtuigen op onze stem. Dankjewel, Maarten. Nou, allereerst zou ik een antwoord willen geven dat alleen op de politieke junkies handig is. Namelijk dat wij dat in de praktijk meer Europese samenwerking doen. De samenwerking die wij binnen Renews Europe doen is gewoon meer dan dat er bij Volt is. Dus als je echt Europese samenwerking wilt, zijn wij daar geschikt voor. Dan zou ik zeggen, laten we het niet alleen maar over pro-Europa hebben, want dat was de vorige keer een beetje de valkuil voor ons, als je mij vraagt, maar ook echt over het beleid waar het over moet gaan. Dus mijn vraag is dat geopolitiek, digitalisering en duurzaamheid. Als we daarover hebben, dan denken mensen niet alleen maar, oh, deze mensen zijn voor Europa, maar ze weten ook wat ze ermee willen. En als we dan over onderwerpen gaan praten zoals gemeenschappelijk landbouwbeleid, dat nog steeds 382 miljard in het huidige meerjarig financieel kader is, dan gaan mensen ook denken, oh, deze mensen hebben opgelet. Die weten waar het over gaat. Dus op de beleid focussen en dan tenslotte, heel veel mensen die bijvoorbeeld op Volt stemmen, nou, die zijn toe aan politieke verfrissing. Ik was laatst met wat mensen van Volt aan het praten toen ik studenten op een markt aan het overtuigen was om lid van D66 en de Jonge Democraten te worden. Toen was ik met ze aan het praten, zei hij, oeh, ja, nee, als zij zo meteen een 25-jarige lijsttrekker maken, oeh, dan stelen ze vast weer wat van die stemmen van ons terug die voor die vernieuwing zijn gegaan. Dus daar wil ik het even mee afsluiten. Dus als je vernieuwing wil, hey. Andreas. Ja, het allerbelangrijkste is dat wij een goed verkiezingsprogramma hebben en voor ons programma staan en voor onze waarden staan. Maar daarnaast, en ik krijg die vraag zelf ook heel vaak op straat tijdens campagnes, wat we moeten uitdragen is kennis, passie en resultaten. Dus we moeten laten zien, wij weten hoe Europa werkt en wij weten hoe je ook in de Tweede Kamer, in een coalitie, in de regering, in Europa dingen voor elkaar krijgt. En dat is niet alleen Europarlementariërs, maar ook Kamerleden, minister, Sirica, Rob Jetten, ze hebben echt ontzettend goede dingen gedaan, ook in Europa. Passie, en dat moeten we uitstralen. We hebben straks heel veel kandidaten nodig, dus alvast de oproep, stel je kandidaat straks, om dat uit te dragen. Heb je een haat voor Europa, doe mee aan de campagne, en als ze dat op straat uitstralen, dan maakt het al een heel groot verschil. Dus kennis, passie en resultaten, laat het zien. Vertel, vraag even na van wat hebben we eigenlijk dan gedaan in Europa de afgelopen jaar, wat hebben we gedaan in de Tweede Kamer over Europa en vertel dat. Laat heel duidelijk zien wat wij hebben bereikt voor de mensen. En ja, nogmaals, kennis, passie en resultaten op basis van een heel mooi programma. Dankjewel.
Tenslotte. Dankjewel. Ik heb het genoegen overigens gehad om met een Volt Europarlementariër te mogen werken de afgelopen jaren. Daniel Hoesenlager, die zit bij de Groenen. Ik weet dat Volt binnen het Europees Parlement, ondanks dat ze één Europarlementariër hebben, nu ook één Europarlementariër voor D66, heel effectief kan zijn. En dat hebben we in beide gevallen laten zien. Zij zetten erg in op hervorming van de Europese instellingen. Ik weet dat Volt vol in gaat zetten op de sociale Europese Unie. Laat dat nu net een onderwerp zijn waar wij de afgelopen jaren als delegatie keihard aan hebben gewerkt. We hebben een sterk sociaal profiel gecreëerd, ook door de nieuwe wetten die we er doorheen hebben gekregen. Dus wat mij betreft zijn we de partij met de wapenfeiten. De nieuwe politiek betekent ook dat we gewoon de samenwerking constructief gaan zoeken met partijen die dezelfde ideeën hebben, bijvoorbeeld over het hervormen van Europa. Dus mijn boodschap zal altijd blijven, ik doe de handreiking, laten we elkaar vinden en laten we samenwerken. En kijk, als wij als partij erin willen slagen volgend jaar om een goed resultaat neer te zetten voor de Europese verkiezingen, dan zullen we echt iets moeten doen in de stijl van politiek bedrijven. Het moet met meer bezieling, het gaat verder dan een verhaal vertellen. Het betekent ook dat we in de straten moeten zijn, op de plekken moeten zijn, waar wellicht D66 politici niet altijd zo snel worden gevonden. En het gesprek aangaan over Europa, die wapenfeiten met zich meebrengen. Ik geloof dat ik een nieuwe generatie politica ben, die dan wel kan zeggen, maar ik heb de wapenfeiten en ik heb de resultaten en ik heb het kunnen neerzetten, samen met vele anderen in het Europees Parlement. Maar we zullen echt ook alle afdelingen en de provincies binnen de partij moeten vragen om mee te doen, samen te werken. En niet alleen het gesprek aan te gaan, maar ook ervoor te zorgen dat de ideeën en de zorgen die bij ons neer worden gelegd, dat we dat vertalen in onze inhoudelijke prioriteiten voor het volgende mandaat. Dankjewel. Een applaus zou ik zeggen. Want, volgens mij betreft zijn we aan het einde van deze vragenronde. We gaan het hebben over stellingen. Jullie mogen blijven staan. De stelling verschijnt achter jullie. Misschien willen jullie voor nu eventjes, zodat iedereen kan lezen, even de weg vrijmaken. We gaan een debat voeren. En aan het einde daarvan nog een verduidelijkende vraag. Want nogmaals, het is niet de bedoeling dat we dan het hele debat met de zaal ook nog eens een keer gaan doen. Even van, hé, waarom dacht je daarop? Het Europees Parlement krijgt de mogelijkheid een bindend referendum uit te schrijven voor exceptionele vraagstukken die voor alle Europese burgers relevant zijn. Ik zag hier al een duimpje. Ik ben benieuwd of, net als er veel eensgezindheid, of er nu meerdere kampen ontstaan of discussie ontstaat. Ik zou zeggen, wie wil er aftrappen? Iedereen, denk ik. Ja. Als je wil over tegenstelling is. Misschien handig als we ons schikken of we voor of tegen zijn. Ja, dat is zo van ren je op. Nee, dat hoeft niet. Wie wil hier een... Ja, het is een hele mooie stelling. En we hebben de stellingen van tevoren gekregen, wat heel prettig werkt. En ik dacht, dat helpt echt. Kijk, op zich zou dit wel een hele bijzondere zijn. Want we hebben natuurlijk net als D66 besloten om juist geen collectief bindend referendum te doen als het gaat over internationale verdragen. Dat heeft ons veel moeite gekost om dat uit te leggen, maar dat hebben we toen als partij besloten. Dus toen ik deze zag, dan doe je eigenlijk het omgekeerde. Ben je het ermee eens of ben je het oneens met deze stelling? Ik ben het ermee eens dat je die mogelijkheid inderdaad moet onderzoeken, maar ik ben wel voor hele goede referenda. Want het cynisme onder de mensen, als je dat niet goed doet, kan immens worden. Dus goed afgekaderd met een duidelijke vraagstelling. En geen onverantwoorde stellingen waardoor mensen zeggen, nou dan ben ik voor of tegen, maar uiteindelijk ook echt onverantwoord. Is er iemand oneens met deze stelling? Ja. Waarom? Andreas ook, maar jij mag even. Ik ben het hier niet mee eens. Ik vind namelijk een referendum dat van bovenaf wordt uitgeschreven, is in potentie een heel gevaarlijk instrument. Dit zou er bijvoorbeeld toe kunnen leiden dat de wolf zijn beschermde status in Europa kwijtraakt. Want er is een meerderheid in het parlement die dat misschien wil. Die krijgt het voor elkaar om een referendum uit te schrijven en een bepaald percentage van de bevolking steunt dat. En dat is niet mijn definitie van democratie en al helemaal niet mijn definitie van de rechtsstaat. Ik ben altijd al heel groot voorstander geweest van het oorspronkelijke idee van een correctief referendum, waarbij de burger een instrument in handen krijgt om een bepaald besluit terug te draaien. Maar van bovenaf een referendum, dat vind ik echt een gevaarlijk instrument. Mira, ik zag jou toen ik aan het voorlezen was, zag ik jou een duim opsteken. Ik denk niet dat het was omdat je vond dat ik zo goed voor was. Ik neem aan dat je... Oh, dankjewel. Ik denk dat je het eens bent met de stelling. Klopt dat? Dat zou goed doen. Kijk, op lange termijn
Ja, mijn antwoord is gewoon ja. Kijk, dit heeft er niets mee te maken dat je door middel van een bindend referendum iets van hoger af, iets van boven oplegt, de samenleving. Sterker nog, wij zijn verkozen, wij worden verkozen als Europarlementariër. Dus wij zijn per definitie de ogen, de oren van mensen in de samenleving. Ik vind dat we echt serieus op lange termijn deze optie moeten onderzoeken. Dat is in lijn met het initiatiefrecht wat we ook voor het Europese parlement willen. En het woord zegt het al, exceptionele vraagstukken. Dat betekent dat het Europese parlement heel zorgvuldig zou moeten omgaan met de keuze van, nou, om welk vraagstuk gaat dit? En ik kan me zo voorstellen dat dat in de toekomst kan raken, ja, aan de grote belangrijke onderwerpen. Rechtsstatelijkheid, maar ook klimaataanpak, de rechtvaardige energietransitie bijvoorbeeld. Dus ik geloof het Europees parlement erop dat de Europarlementariërs een verantwoorde keuze kunnen maken. Daar kun je op zichzelf ook weer een besluitvormingsproces in gang laten gaan. Zodat je bijvoorbeeld de zorgvuldigheid en de waarde kan, zeg maar, de waarde kan borgen waarmee je de kwaliteit van zo'n referendum zeker stelt. Gerben-Jan, ik zeg jou nee schudden. Je hebt net al het woord gevoerd, maar jullie zijn wat dat betreft nog niet dichter bij elkaar gekomen, lijkt mij. Andreas, wat is jouw opvatting? Jij staat met ook je vinger op toen je zei dat je het er oneens was. Ja, ik ben het ook mee oneens. Want inderdaad, dat is voor de populistische kant in het Europees Parlement een grote kans om bepaalde detailvraagstukken dan voor elkaar te krijgen. En dat is niet hoe wij naar democratie kijken. Het onderliggende probleem hier is eigenlijk dat wij de Europese Unie moeten democratiseren en moeten moderniseren. We hadden het al over een aantal onderwerpen zoals het vetorecht enzovoort. En we moeten naar een grootschalige verdragswijziging om Europa te moderniseren en aan te passen ook aan een veel grotere Europese Unie waar heel veel meer landen bij komen. Nou, en hoe gaan we daar naartoe? Daar gaan we niet naartoe door middel van een referendum uitgeschreven vanuit het Europees Parlement, maar inderdaad vanuit de burger, vanuit ons allemaal, dat wij door middel van burgerberaden in gesprek gaan over de toekomst. Hoe willen we het gaan inrichten? Hoe willen wij inspraak krijgen? Dat vertalen naar nieuwe Europese verdragen. En dan kunnen we het er wel over hebben of we dat dan weer op welke manier dan ook weer terug voorleggen aan de burgers van de Europese Unie. Maarten, welk kamp help jij aan de meerderheid? Kamp eens, dat zijn de dames. Of kamp oneens en dat zijn de heren. Ben je conservatief of progressief? Eens. Nee, ik ben ervoor. Niet alleen maar vanwege het bredere, omdat het een mooi democratisch instrument zou kunnen zijn. Maar ook omdat we daarmee de Europese democratie kunnen aanwakkeren. Want als we dit soort dingen gaan uitschrijven, en dat moet natuurlijk bij exceptionele gevallen zijn, maar dan kunnen we ook echt de Europese burger het gevoel hebben dat zij wat te zeggen hebben in de Europese politiek. Want dat mist nu wel heel vaak. En daar gaat deze zesde delegatie hoe dan ook hun werk proberen te doen om dat te verbeteren. Maar als we zoiets grootschaligs doen, dan krijgen we ook echt goed de aandacht. En ik denk dat we dan ook echt gaan zien dat mensen het gevoel hebben van, oh, wij hebben ook wat te zeggen hier. Maar the devil is in the details. Er zijn 10.000 verschillende manieren waarop je een referendum kan uitvaardigen. Moet er in elke lidstaat dan een meerderheid zijn? Moet het Europees breed enkelweg een meerderheid zijn? Wat voor eisen stel je aan de opkomst? Dus in beginsel helemaal ja. Maar dit is wel iets waarbij je gewoon maanden naar de details moet kijken voordat je er eigenlijk een krabbel onder kan zetten. Want dat is wel in details. En daar wil een Europese wet gaan. Heren, voor jullie aangesproken, jullie worden net weggezet of in ieder geval gebruikt als conservatief. Nee hoor, ik noem dat meer zorgvuldig. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik heb veel vertrouwen in het Europees Parlement als instituut. Maar ik heb er geen vertrouwen in dat hier inderdaad ook met op een integere manier mee omgegaan wordt. Want de handschoenen zijn uitgetrokken, zeker in deze periode voor de verkiezingen. En dan ga je gewoon ongelukken krijgen. Dus ik blijf bij mijn standpunt en... Ik ben ontzettend voor inspraak. Ik vind het fantastisch mooi als mensen meer betrokken worden bij Europese besluitvorming. Maar gewoon niet op deze manier. Dit vind ik een gevaarlijk instrument. Andreas Kort, blijf jij ook bij de minderheid of wil je graag bij de binnenzone? Nee, ik blijf ook bij mijn standpunt. Dankjewel. Er is een vraag uit de zaal. En als gezegd, we gaan niet de hele redenvoering houden. Aanvullende vraag. Ik wil de stemming ombouwen. Oh. In plaats van een referendum achteraf, als de beslissing al genomen is, naar de raadpleging vooraf. En de raadpleging vooraf door de partijen laten doen. Dus ik zou de stemming ombouwen. Dus een raadplegend referendum. Nee. Een raadpleging vooraf
Waar aan vooraf? Een raadpleging vooraf voor een beslissing wordt genomen, in plaats van een referendum achteraf als de beslissing al genomen is. En die raadpleging door de partijen laten doen, in plaats van door de overheid. Dat is mijn voorstel. Een raadpleging bij wie dan? Dat is even de achterban, de kiezer. De kiezer, toch? Ja. De Europese inwoner. Ja. Zoals het bijvoorbeeld ook bij, ik noem maar even wat, regeerakkoorden gaat. Hè? Ja. Dan is er een onderhandelingsakkoord, is er op zich gesloten. Maar dan wordt nog even gekeken, is dit nou wat we willen als leven? Zoiets stelt er zich dan voor, maar dan op Europese wetgeving. We moeten het een beetje versimpelen hoor, maar zou ik het zo even samenvatten? Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Nee, ja, in zekere zin gebeurt dat natuurlijk al. Ja. Ik heb nooit vanuit een ivoren toren daar mijn besluiten genomen. Dus je hebt continu contact met je achterban. Dus in wezen gebeurt dat al voor een deel. Ja, ik denk dat het nog beter kan. Maar... Nee, dat kan altijd beter, maar we moeten ook denken aan een nog enigszins functionerende besluitvorming in een Europa van bijna 500 miljoen mensen. Ja. Alles kan beter. Mooi om naar de volgende stelling te gaan. Aanvulling nog. Want het wordt al gestructureerd, raadpleging vindt al gestructureerd plaats in Europa. Dus dat noemen we de zogeheten stakeholdersgroepen bijvoorbeeld. Er worden al dialogen vanuit de Europese Commissie, maar ook vanuit het Europese Parlement georganiseerd, structureel, op tal van verschillende onderwerpen en voor tal van verschillende commissies. Dus dat wordt al georganiseerd. Kijk, ik geloof dat je hiermee op lange termijn meer draagvlak kan creëren in de samenleving. En waar zijn wij nu eigenlijk als D66 zo bang voor? Wij zijn een partij bij uitstek die hier moedige stappen op durfde te maken, vroeger. En ik vind dat het ook wel weer echt terug mag komen, dat we binnen de partij weer echt debatten en gesprekken hebben over hoe we dit soort instrumenten in de samenleving in onze democratie terug kunnen brengen. We gaan het nu afronden, want we gaan misschien is het wat voor de borrel, dat heb ik misschien nog niet gezegd. Om 4 uur is er een borrel. Dus wellicht is er dan nog een mogelijkheid om inhoudelijk verder te praten. De tweede stelling die stond al een tijdje, daar heeft u een topje kunnen nemen. De Europese Commissie moet de bouw van nieuwe kerncentrales ondersteunen om ambitieuze klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. Ik ga het nu anders doen. Ik vraag aan jullie, wie is, van jullie dan, voor deze stelling? Wie is die mee eens? Hey, kijk, een duidelijke minderheid teken zich af. Nou, ik bedoel, als jij in zo'n eenzaamheid staat qua positie... By myself. Ja, vertel me eens waarom het dan zo is. Nee, niemand hier zal ontkennen dat klimaatverandering het een van de grootste problemen is waar we als mensheid ooit mee geconfronteerd zijn. De harde werkelijkheid is dat we alles moeten doen wat we kunnen doen om dat tegen te gaan. En dat betekent gewoon zo snel mogelijk die uitstoot omlaag krijgen. En dat kan ook betekenen in kerncentrales investeren. Het wil natuurlijk niet zeggen dat elk voorstel willy-nilly er doorheen moet komen. De Europese Commissie zal dan ook gewoon netjes moeten kijken, is dit een zinnig voorstel? Net zoals dat we als Nederland prima een kerncentrale zouden kunnen gaan bouwen als er een goed voorstel komt. Dus het moet niet zeg maar een doel op zich worden, maar het moet wel gewoon deel zijn van die toolkit. Want laten we eerlijk zijn, we moeten alles doen wat we kunnen doen om die klimaatverandering tegen te gaan. En daar kan kernenergie zeker een rol in spelen. En begrijp ik niet verkeerd, ik weet dat het lang duurt om zo'n ding te bouwen. Dus daarom, again, het zit dan ook weer de devils in de details van het voorstel. Ja, Andreas, leg eens uit waarom jij dat geen geschikte tool voor de toolkit van Maarten vindt. Inderdaad, we moeten heel veel doen op klimaat, op hele korte termijn. We moeten in 2040, dat zijn al de facto klimaatneutraal zijn. En als we nu beginnen kerncentrales te bouwen, dat duurt 10, 15 jaar, dat halen we gewoon niet en het is ontzettend duur. Dus laat vooral kijken naar de maatregelen die we nu kunnen nemen en we hebben veel meer andere opties, andere dingen die we kunnen doen. Zon, wind en andere dingen om onze klimaatdoelstellingen te halen op een veel goedkopere manier. Want hier, nogmaals, het is heel duur. We hebben het hele, ja, wat doen we met de afvalproblematiek nog niet opgelost. Maar dat zijn de details, hè, die in de devil schuilen, geloof ik. Ja, maar dat is nog radioactieve afval die je 200.000 jaar blijft stralen. Dat lijkt me geen detail, dat lijkt me wel heel, heel cruciaal maar onderwerp. Het radioactief afval dat nog 200.000 jaar blijft stralen is zeker een probleem. Maar het radioactief afval dat 200.000 jaar blijft stralen is niet heel radioactief. Daarom blijft het nog 200.000 jaar stralen. Dus begrijp het niet verkeerd. Er is zeker een complexe puzzel die je moet oplossen met alle verschillende vormen van radioactief materiaal.
Maar het is niet zo alsof er plutonium in de grond blijft zitten en dat 200.000 jaar blijft liggen. Want plutonium is zo weg, daarom is het zo schadelijk. Dat zijn gigantische problemen. En ik zeg dus ook niet, we moeten alles willy-nilly zo'n kerncentrale bouwen. Maar laten we nou naar de voorstellen kijken, dat het in elk geval een optie is. Dat als er een voorstel komt van, hé, dit is een voorstel voor een kerncentrale. Dit is wanneer we hem af kunnen halen. En dat kan dan een rol spelen. Niet eens zozeer voor je energievoorziening, maar voor de stabiliteit daarvan. Want het is niet een variant. Oh, we gaan niet nog helemaal. Excuus. Samira, ik ga je terug. Dank je voor je bijdrage. Samira, de discussie over kernenergie, het taboe, ja. die discussie is minder besmettelijk. Hè? Er wordt nu in ieder geval over gesproken, ja. Nieuwe kerncentrales. Is dat goed, dat over die manier van energie opwekken, dat daar minder een taboe op heerst dan voorheen? Ja, absoluut. Ik merk in het Europees Parlement overigens dat het gesprek daarover steeds besmettelijker wordt. Dus wij zullen natuurlijk ook als Renew Europe, maar zeker ook als D66, daar binnenkort een veel duidelijker standpunt ook in moeten gaan nemen. Kijk, ik denk dat er een beetje een probleempje is met de bewoording in de stelling. Ik zou willen zeggen, de Europese Commissie moet natuurlijk wel de afbouw, zou ik zeggen, van kerncentrales ondersteunen. Daar gaat mee gepaard een complexe operatie. Daar gaat ook gewoon mee gepaard economische zekerheid, sociale zekerheid. Het gaat verder dan wat, dan alleen de kerncentrale wat het op zichzelf oplevert. Daaromheen zitten ook allerlei zekerheden en zitten ook allemaal waarborgen voor mensen en bedrijven en de samenleving. Dus de Europese Commissie moet wat mij betreft wel ondersteunend zijn, maar ook een toeziend orgaan, om het zo maar even te zeggen, zijn voor de lidstaten, om ervoor te zorgen dat we gaan afbouwen. Wij willen als D66 uiteindelijk het meeste moeten willen investeren in duurzame alternatieven. Dat is waar we op willen inzetten. Daarom willen we zo graag dat die 2040 doelstellingen zo snel mogelijk gaan. Het is niet voor niets dat we de afgelopen jaren die 13 klimaatwetten er doorheen hebben gestemd. Dus die mogelijkheden voor die alternatieven, die zijn er. Wat mij betreft gaat dit over afbouw. Gerbjan, je kijkt met een soort van, wat was het voor blik, verward of verrast? Nou, even verward. We hebben een Euratom-verdrag wat daar ook op toeziet. Maar kijk, de stelling klinkt heel aardig, maar André heeft het helemaal gelijk. Kernenergie is gewoon ongekend duur. De kerncentrale die vorig jaar in Finland voor het eerst in werking is getreden, die was niet in 4 jaar zoals gepland gebouwd, maar in 17 jaar en had geen 4 miljard, maar 11 miljard gekost. De Britten bouwen nu bij Hinkley Point ook een kerncentrale, dat doen al eens de Fransen samen met de Chinezen. Die hebben voor 30 jaar een garantieprijs moeten geven in het contract. Voor 30 jaar. En die prijs lag op het moment van het contract 3 keer boven de marktprijs van de productie van energie. Dus niet alleen voor nu heb je hele dure energie, maar voor 30 jaar zit je vast aan een contract waar je nooit meer vanaf komt. Voor de stabiliteit van het net lijkt het nu heel aardig, over 10, 15 jaar. Maar er is zoveel ontwikkeling op het gebied van batterijen, dat we dat echt kunnen opvangen. Dus ze zijn niet nodig. Ze zijn niet nodig en veel te duur. Dus laten we dat geld in hemelsnaam aan andere dingen uitgeven. Dure, maar geen slimme investering. Sabine, wat... Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Dus die argumenten ga ik niet nog een keer opleveren. Ik wil alleen nog iets toevoegen. Dat het wat mij betreft ook heel erg gaat over de duidelijkheid die je naar buiten geeft. Want er zijn heel veel bedrijven en ontwikkelingen. Maar als je 2 signalen afgeeft, ja, dan gaan mensen twijfelen. Terwijl door volstrekte helderheid te geven waar die toekomst ligt, krijg je dat ook ondernemingen, of van het nou start-ups of bestaande ondernemingen, durven te zeggen, dan ga ik in die transitie investeren. En dan ga ik dus niet kijken hoe er een kerncentrale gaat. Is het iets wat jij zegt tegen je eigen partij, tegen D66? Straal geen twee gezichten uit. Nee, ik zeg nooit tegen, ik ben een liberaal, hè, dus ik zeg alleen wat ik vind. Kijk, ik zit er niet dogmatisch in, maar het is meer voor mij heel sterk, wanneer zet je dat in? En volgens mij ligt er nu gewoon een hele goede klimaatambitie. Mocht je er uiteindelijk echt niet uitkomen, ja, dan kun je niet tegen mensen zeggen, u heeft geen energie meer. Maar het zit er meer voor mij, hoe ver stel je het voorop? En ik zou zeggen, stel dat nu niet voorop, maar sluit het ook niet uit. Een tussenweg eigenlijk. Overigens, op de twee gezichten wat je aangeeft. Ja, tenslotte. Ik denk dat we daar als partij de afgelopen weken wel meer duidelijkheid in hebben verschaft. En wat natuurlijk wel gewoon heel belangrijk blijft, is dat we realistisch en eerlijk durven te zijn. Ik krijg ook vragen van leden daarover, van ja, maar als we willen zouden we het morgen kunnen afschaffen. Je hebt een wat radicalere stroming daarin, de tussenmaat, en dan weer aan de andere kant heb ik opgemerkt. Maar we moeten ook gewoon een realistisch verhaal vertellen dat
we echt moeten afbouwen en dat het niet morgen opgelost is. Daar is het gewoon te complex voor. Dus ja, wat mij betreft bieden we die twee wegen aan en leggen we dat ook goed uit. Dankjewel. Zijn er over deze stelling nog verhelderende aanvullende vragen? Misschien ook bij de mensen thuis. Ik weet niet of dat technisch mogelijk is. Ja, dat is niet mogelijk. Ja, is bij de regels. Ja, alleen in deze zaal. Oh, okay. Meneer? Jammer. Ja, ik probeer goed te luisteren, maar ik raak lichtelijk in verwarring. Want ik meen toch objecten gehoord te hebben dat hij het taboe op kerncentrales wil doorbreken. Dat komt ook pontificaal in het nieuws, als ik het zo mag zeggen. Onze eerder genoemde concurrent ging daar ook al mee te hoop lopen. Ja, dat is een vraag. Nee, maar met deze geluiden, ik ben op zoek naar het verhaal zodat het voor mij duidelijk wordt. Ik krijg een beetje de indruk van we moeten het niet doen. Ik hoor Jette zeggen, ja, we moeten het in ieder geval niet tegenhouden. Dat wringt voor mij. Het is geen, misschien geen taboe meer, dat wil ik maar doen. Maar even heel kort rondje. En dan, Ja, kijk, het mooiste wat ik altijd van D66 heb gevonden, is dat we democratisch met de leden tot dit soort standpunten komen. Het verkiezingsprogramma wordt bij het eerstvolgende congres besproken. En daar zullen de leden bepalen wat ook bij dit thema uiteindelijk het standpunt is. Hetzelfde geldt straks voor het Europese verkiezingsprogramma. En uiteraard, ik zal me daar als lijsttrekker bij neerleggen. Want zo werkt het in onze partijdemocratie. Maar wat vond je toen je de uitspraak van Jette zag? Was je, dacht je van, nou mooi, daar gaan we wel voor zijn? Of Nee, maar ik kijk... Nou, ik weet wat hij natuurlijk vanuit het regeerakkoord als minister heeft moeten doen. En ik ben gewoon ontzettend benieuwd hoe die discussie binnen de partij gaat lopen. Dankjewel. Kijk, het is voor mij ook geen dogma. Ik ben niet principieel tegen. Alleen, ik denk dat een andere keuze verstandiger is. Maarten, korte reactie. Nou, ik was vrij blij om te horen dat Rob het taboe weghaalde. Ja. Nee, vanuit niet alleen maar binnen die, maar überhaupt bij jongere mensen in D66 merk ik. En dat heeft denk ik ook te maken met het voelen van die ernst van die duurzaamheid. Dat dit ook gewoon, zoals ik eerder zei, een tool in de toolkit moet zijn. Dus ik was heel blij toen hij dat zei. Ja, ik sluit me er gewoon bij aan. Het is geen dogma. Dat is volgens mij wat hij probeerde te zeggen. En tot nu toe waren het loopgravenoorlog. Ik weet de laatste stemming niet op het congres. Volgens mij is dat zijn oproep. En wat ik vandaag hier zeg is, laten we niet voorop gaan lopen om dat al in de mixes van energie nou te gaan inzetten. Dus laten we ons nou focussen op die transitie. Kan het echt niet anders? Dan moet je daarover kunnen praten. Maar wel met heel veel voorwaarden als het gaat over afval, maar ook de kosten en de duur, et cetera. Samira, je hebt net al wat gezegd op die twee gezichten. Ja. Heb je nog een hele korte reactie, heel direct op die vraag van die meneer? Zeker. Nou, ik denk dat ik dat bedoelde te zeggen, dat we ook het realistische verhaal hedendaags moeten houden. De realiteit is dat we er nu mee leven. Dat is ook hoe ik hem heb geïnterpreteerd. Tegelijkertijd blijven we de partij die zich blijft inzetten voor de duurzame investeringen, om op lange termijn die alternatieven aangereikt te krijgen. En vanuit het Brussel perspectief, vanuit Europa, vind ik dat Nederland echt tot die kopgroep moet behoren binnen de Raad. Om die investeringen in de alternatieven op te schroeven. Helder dank. Andreas als laatste. Ja, Rob, ontzettend goede minister, prachtige partij daar. Ik ben er heel blij mee. Maar wij zijn een hele democratische partij. Dat was een heel mooi voorstel. Laten we ons over een gesprek gaan. Ik heb de afgelopen weken in heel veel gesprekken gevoerd en ook heel vaak over kernenergie gehad. En dat moeten we eerst nog zien wat er uiteindelijk in het verkiezingsprogramma terechtkomt. Ook voor ons dan, met name in het Europese verkiezingsprogramma. En ja, dan is dat wat jullie willen, wat wij doen in het Europese parlement. En dan gaan we het doen. Het debat is nog niet voorbij over dit onderwerp. Ik stel voor om naar de laatste stelling van vandaag te gaan, gezien de tijd al. Vergaande Europese defensiesamenwerking betekent niet dat er op termijn één Europese krijgsmacht komt. Het beviel me net wel om even vooraf een stemming te doen. Wie is het eens met deze stelling? 3 eens, 2 oneens. Andreas, begin met jou. Jij bent het eens met deze stelling. Nou, het is een hele lastige stelling, ja. Maar stel maar even wat je vindt. Dan, we bedoelen meer van die stelling kan ook voor, als we het over eens oneens hebben, nou, wat je reactie. We hadden
vier, vijf jaar geleden in het Europese verkiezingsprogramma opgeschreven. We willen naar een Europees leger. En dat snap ik ook. En dat is ook een heel mooi eindpunt waar we heen willen. Maar we moeten vooral gezien de ontwikkelingen nu de afgelopen jaren, de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, ten eerste weer met elkaar in gesprek gaan. Want de context is echt veranderd. We moeten kijken van wat willen we op defensiesamenwerking. Het zal me niet verbazen als we er weer op uitkomen. Europees leger weer opnemen in het verkiezingsprogramma. Zou je daarvoor zijn? Nee, niet op middellange termijn. Want het probleem is, we moeten eerst verder bouwen aan de politieke unie. We moeten echt naar een gemeenschappelijk buitenlandbeleid, veiligheidsbeleid. We moeten dat op orde krijgen en dan, dat is meer een conditionaliteit om het zo te zeggen, en dan kunnen we nadenken op een Europees leger. Maar we kunnen niet zeggen, we gaan eerst een Europees leger doen, maar dan kunnen we helemaal niks doen omdat we nog steeds een veto hebben. Helder. Dus eerst de politieke unie en dan defensiesamenwerking en Europees leger. Salima, vind jij dat er een Europese krijgsmacht moet komen? Ja, ik vind zeker dat er een Europese krijgsmacht moet komen. En dat vinden we als D66 heel lang al. Ja, en toen vraagstellen is een beantwoorden. De defensiewoordvoerder werd in de Kamer. Toen zei ik, ja, hebben we ergens een visiestuk of een document waar ik zie in debatten wat het dan precies betekent? Die kon ik dus niet vinden. Wel een heel leuk stuk uit 1986, 10 plannen voor defensie. Maar dat is een andere discussie. Dus wat heb ik vervolgens gedaan? Ik dacht, dan ga ik zelf een initiatiefnota schrijven voor in de Kamer. Om te zorgen dat we zelf eens goed nadenken, als we dat dan willen, hoe zou dat eruit kunnen komen te zien met allerlei beperkingen die er liggen. Maar ook het debat aan te gaan met de Kamer en in de samenleving. Want de Brexit heeft voor mij aangetoond waarom pro-Europese partijen die iets vinden wat er geregeld moet worden in Brussel, dat je daar in die open en in discussie met de samenleving over moet praten. Als je dat niet doet, dan denken mensen achteraf, waarom heb ik dat nou gemist? En dan is de deur wagenwijd open voor populisten die zeggen, zien we wel, om uw rug om, regelen ze allemaal zulke soort zaken. Twee, we hebben geen tijd. We hebben geen tijd meer om te praten. Dit vind ik altijd het meest gruwelijke argument wat er is. We hebben die veto's niet. Je moet nu gaan beginnen. En het goede nieuws is dat met het vaststellen van het strategisch kompas in 2022 enorme stappen zijn gemaakt. Men gaat samenwerken. Men gaat een militaire samenvoeging van 5000 in 2025. Men gaat willen inzetten op missies. Men gaat zich inzetten op enablers, heet dat. Dus facilitaire zaken om te zorgen dat je überhaupt je kunt optreden. Dus er gebeurt al veel. Ja, maar we hebben ook geen keus. Ik bedoel, toen Trump er was, dacht hij, nou, nu wordt het wel spannend. Toen moest ik nog uitleggen, ben je tegen of voor de NAVO? Ik ben de Nederlandse delegatieleider voor de NAVO-PA. Ja. En dat is ook nodig. Maar je hebt ook een Europese krijgsmacht nodig. We moeten niet afhankelijk zijn voor de veiligheid van Europa, van de Verenigde Staten. En ik hoef niet uit te leggen wat er in het oosten van Europa gebeurt. Dus we hebben geen tijd, we moeten stoppen met praten en we moeten aan de slag gaan. En heel veel mensen in Nederland, een ruime meerderheid, maar ook in Europa, is voor een Europese krijgsmacht. Helder. Ja. Maar ik wil niet wachten en ik wil ook niet praten, maar ik wil wel voor zorgen dat we de stappen in een goede volgorde zetten. Ja. Dat hebben we in de financiële crisis gezien. We hebben de euro gebouwd, maar we hebben andere stappen niet eerst gezet. Zo we hebben grote problemen gekregen. Dus zorg voor een goede volgorde. Samira, nu beginnen. Er is geen tijd meer. Dankjewel. Ja, ik denk dat ik begrijp wat Andreas bedoelt. Kijk, het heeft ermee te maken dat we natuurlijk ook het buitenlandse veiligheidsbeleid moeten hervormen. Dat moet meer competenties krijgen. Zeg gezien gaat het Europees Parlement niet over defensie. De vraag is dus hoe we in de toekomst gaan regelen dat er meer competenties komen op dat vlak. Wat ik in de praktijk heb gezien, ook door de oorlog in Oekraïne, is dat het Europees Parlement op een gegeven moment wel door middel van spoedprocedures over een aantal zaken kon gaan. Dus het betekent dat er potentie en dat er kansen en mogelijkheden zijn. Wat mij betreft spreken we hier over opbouw. Daar waar ik bij kerncentrales over afbouw spreek, spreek ik hier over opbouw. Dat betekent dat we moeten gaan experimenteren ook met mini-taskforces, om het zo maar even te zeggen. Zet alvast taskforces in die klaarstaan voor de komende crisissen, waar mogelijkheden liggen om te specialiseren, om samen te werken. Wat ik uit de praktijk hoor, is dat wat nu nodig is tussen de lidstaten, is harmonisatie, is taakspecialisatie, duidelijkheid over die kennis en expertise die we in de verschillende lidstaten hebben. En dat moet samen gaan komen voor de komende tijd in de nieuwe strategie. Als ik nu naar de Global Strategy kijk, juist de strategie die een antwoord moet geven op versterking van veiligheid en buitenlands beleid, komt die van 2016. Dat betekent dat 2022.
2016, de Global Strategy, is voor het laatst geüpdate. 2016. Dus dat betekent dat we daar nu mee aan de slag moeten gaan om een nieuwe strategie eerst te ontwikkelen. Dankjewel. Even kort, jij reageerde net op die taskforce weer. Heel kort hoor. Ja, ik snap het, maar dat komt omdat ik heel veel debat heb gevoerd. Eerst met Hennis in de Kamer, we doen het stap voor stap, we beginnen al een beetje kleiner. We hebben hele goede samenwerkingen al met verschillende landen. Maar het punt is dat het afleidt van het doel waar je naartoe wil werken. En niet alleen in militair opzicht, dat als je dat op die manier doet, dat je dat niet uniform doet. Want het gaat over de manier hoe je communiceert, welk materieel je aanschaft, welke innovaties je wilt toepassen. Hoe je dat wil laten samengaan met de NAVO, maar dat is belangrijk. Dus kleine dingetjes, snap ik, dat klinkt dan wat onschuldig, maar het is gewoon echt een slecht idee. Je bent niet duidelijk en open en eerlijk naar de samenleving waar je naartoe wil werken. En twee, functioneel gezien is dat een drama. Allemaal van die kleine initiatiefjes en die wil je dan ergens later gaan samenvoegen. Dat vind ik een heel slecht idee, helder, vanuit militair perspectief, maar ook politiek. Maarten. Nou, ik ben eigenlijk grotendeels met Salima eens en toch ben ik het wel eens met de stelling. Zo. Ja, dat ga je nu kort uitleggen. Ja, ik zal het proberen kort te houden. Nee, er moet niet één Europese krijgsmacht komen. Er moet een Europese krijgsmacht komen. Die moet parallel blijven bestaan aan de krijgsmachten die we al hebben. Kijk, het is heel normaal, het is super logisch dat wij toegaan naar een Europese krijgsmacht. En daar moeten we vaart mee maken, want als we gisteren begonnen zijn, is het pas over 15 jaar een beetje klaar. Maar we hebben ook bestaande structuren. We gaan niet zeggen, Nederland, hou er maar op. We gaan al helemaal niet zeggen tegen een Ierland en een Oostenrijk, die ook geen deel uitmaken van de NAVO, houd met jullie eigen dingen op. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we natuurlijk naar een Europese defensiemacht moeten toewerken, maar dan ook het verhaal moeten blijven vertellen. Maar dat betekent niet dat Nederland zelf niks meer aan defensie heeft. Dus daarom ben ik het wel eens met de stelling, alhoewel ik een heel sterk voorstander van de Europese Defensie-Unie ben. Dankjewel. Gerbjan. Nou, bij dit soort gevoelige thema's zijn woorden natuurlijk al ontzettend belangrijk. Hoe noem je het? Ik ben heel erg voor militaire autonomie van Europa. Ontzettend belangrijk, want ook als Biden herkozen wordt, je ziet dat de Verenigde Staten langzaamaan hun handen terugtrekken van Europa. Maar wat is de kern van het probleem van de Europese defensie? We hebben bij elkaar opgeteld, het budget is ongeveer 40% van het Amerikaanse budget. Onze operationaliteit is maar 10% ten opzichte van de Amerikanen. En dat komt omdat wij tientallen verschillende wapensystemen hebben, tanks, vliegtuigen, noem maar op. Dus daar valt ontzettend veel in te verbeteren. En dat kan best tot een Europees leger leiden. Waarom ik toch hier tegen was, omdat er altijd één heel belangrijk besluit te nemen is. Volgens mij het allermoeilijkste besluit wat welke politicus dan ook kan nemen. Dat is het sturen van je eigen mannen en vrouwen een oorlog in. Daar gaat het om leven en dood. Ik vind dat dat altijd bij de lidstaat zelf moet zitten. En dat niet een generaal in Brussel kan besluiten of Nederlandse jongens en meisjes een oorlog ingaan. Dus dat kan denk ik heel goed met een Europees leger, maar wel met die kanttekening dat die keuze, dat die wel nationaal ook gemaakt wordt. Een heel fundamenteel punt. We zitten wel aan de tijd. Dat is een heel procedureel punt. Ik wil even iets corrigeren. Maar heel even. Ik wil nog heel even jullie wel het woord geven. Maar dan, als het een correctie is of een aanvulling, alsjeblieft kort. Jullie staken de handen als eerste op. Dus ik wil jullie hoor wat Gerbjan zegt. Maar het is goed om te weten dat op dit moment het Nederlandse parlement ook niet beslist als we een missie doen. Besluit een kabinet. Je wenst sterkte en een goede terugkomst van de militairen. Je kunt erover discussiëren, that's it. Daar heb ik dus over nagedacht hoe je dit kunt bewerkstelligen. Geldt ook voor andere missies die we doen. Je kunt prima het ook in het parlement leggen. Natuurlijk zeggen mensen, ja, maar ieder parlement heeft weer een andere procedure. Dat klopt. In principe ben ik een groot voorstander om het Nederlands parlement instemmen. Werkt niet, dat werkt nu ook al niet zo, ook niet voor de andere missies. Om daar toch een waarborg te hebben van de verschillende lidstaten. Ja, maar. Nou, het komt eigenlijk terug op wat ik net zei. We houden ook de nationale defensiestructuren. Ik zeg niet dat we een Europese dienstplicht moeten invoeren. Nou, iemand kan zelf bedenken, ik wil gaan werken voor een Europese defensiemacht. En dan weet je ook, oh, misschien word ik Europees uitgezonden. Dus ik zie dan niet dat het een probleem is als iemand zelf zegt, ik wil voor een Europese defensie werken, dat ik ook Europees word uitgezonden. Helder. Jij staat wel de laatste in deze ronde. Zeker. Kijk, ook hier gaat het over het realistische verhaal naar de samenleving toe. We zullen mensen moeten meenemen in de wijze waarop we hier opbouwen. Er wordt in de praktijk al nagedacht en zelfs al gewerkt met zogeheten taskforces. Defensiecapaciteit, expertise, kennis en zelfs materiaal worden op dit moment al bij elkaar gebracht. Kun je het niet leuk vinden dat ik over taskforces spreek, maar dat is wel de opbouw naar één Europees leger. Het gaat ook over draagkracht creëren binnen de Europese Unie,
Want als we meteen naar die grote stad gaan, wordt ook opgemerkt dat er weerstand is bij de lidstaten. We zullen eerst op taakspecialisatie, op harmonisatie moeten inzetten voordat we die grote stap kunnen maken. Helder, dank. We zijn aan het eind gekomen van deze ronde. En ik zou willen vragen, heeft er nog iemand een ja-nee vraag? Alleen een ja-nee vraag, want we zitten aan de tijd. Meneer, een ja-nee vraag. Dus dat alle kandidaatlijsttrekkers ja of nee mogen zeggen. Ja staat Rusland Oekraïne aanvalt. Verschrikkelijke oorlog. Is er al een aantal jaar een informatieoorlog gaande? Wanneer op Europa een antwoord op die informatieoorlog? Een wanneer vraag is nooit een ja-nee. Ja. Nu. We zijn eigenlijk al ongelooflijk laat. En het is ook levensgevaarlijk. We denken soms nog wel eens in klassieke zin als het gaat over veiligheid of strategische autonomie. Maar dit is precies een van de belangrijke punten. Dit is precies de reden waarom zoveel populisten winst boeken tijdens hun vakantie of tijdens hun verkiezingen in de verschillende lidstaten. Dank. Levensgevaarlijk moeten we bestrijden. Kunnen we concluderen dat iedereen het daarmee eens is? Dat we met draagvlak uit elkaar gaan? Grappig. Hartstikke mooi. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dank jullie wel voor jullie interesse, ook thuis of bij dat zwemwater. Er valt wat te kiezen, dat is duidelijk. Dus tot 12 uur op 27 september is de keuze te maken via Mijn D66. Hartelijk dank. 2023.